als gevolg van jong opgelopen hersenletsel heb ik dus wel geheugenklachten. En ik moet zeggen, het voelt echt als een soort warme deken, omdat je ook mensen ontmoet die soortgelijke problemen hebben. En 76. Ja? Ja, hartstikke goed. Oké. En het is voor mij als mantelzorger ook heel fijn, omdat hij iets heeft wat leuk is, omdat ik even niks heb. En omdat je dan allebei weer met plezier elkaar ervaringen kan uitwisselen. Zoals dat daarvoor ook was. Nou, dat ze langer met problemen blijven rondlopen en zich echt wel geïsoleerd voelen en eenzaam blijven. Terwijl dat hier, ik weet niet hoe je het zelf hebt ervaren, maar mensen zijn eigenlijk mensen en ze zijn met elkaar in contact. En als er iemand een probleem heeft, dan horen we dat en dan kijken we wat we eraan kunnen doen. Nou, hartstikke relaxend. Het is voor mij heel makkelijk allemaal. Het is voor mij een soort vakantie die ik doe. Want ik doe eigenlijk niks, maar goed. Het is dus heel relaxed. Als jullie vinden dat wij goed werk leveren en we zijn alleen maar succesvol door ook de groei van het aantal bezoekers, dan moeten we kijken hoe we verder gaan. En daar hangt het toch een beetje om. En ik weet niet wat de reden van de gemeente is om daar niet direct een ja of een nee op te zeggen.